Namens de Bibliotheek Den Bosch wil ik u hartelijk welkom heten op deze Studium Generale. Met het thema tijd. In totaal 6 inspirerende bijeenkomsten, waarvan nog 2 te gaan. Eerder spraken hier Joke Hermsen, Jan Rotmans, Herman Pleij en ongeveer een maand geleden de NRC-columnist Bas Heijnen. Alle beschouwden zij het thema tijd vanuit hun eigen vakgebied. Op maandag 9 november staat de laatste Studium Generale gepland met als spreker de trendwatcher en cultuurfilosoof Karel Rode. Op voorhand bent u alle uitgenodigd, ook al degenen die nu of later via internet deze bijeenkomst bekijken, want deze wordt integraal opgenomen en ook later uitgezonden. Verder wordt de uitzending ook geblogd. Vandaag bent u gekomen voor een boeiende presentatie door niemand minder dan Govert Schilling. Gisteren was hij nog op tv. Mijn naam is Pieter Jansen en ik mag vandaag uw gespreksleider zijn. De oorsprong van mijn fascinatie voor natuurkunde in het algemeen en sterrenkunde in het bijzonder ligt fysiek niet ver van deze plek. Aan de Papenhulst, waar ik 40 jaar geleden naar HAVO 4 ging, inspireerde een docent mij voor het vak van natuurkunde en het vak van leraar. Ja, na een break van 15 jaar geef ik weer met ontzettend veel plezier les. En stel je nu eens even voor, ja, dat we zo'n kleine 800 jaar teruggaan in de tijd. Ja, dat is ongeveer bij de start van de bouw in Den Bosch. Stel je voor dat je dan weer daar rondloopt. Je zou eigenlijk helemaal niets herkennen van alles, van hoe er Den Bosch dan uitziet. Behalve één ding. Eén ding op een heldere zomeravond of een heldere avond is hetzelfde gebleven. En dat is namelijk de sterrenhemel. En die sterrenhemel, daar kijken mensen altijd naar. Overal op de wereld kijkt men op een heldere avond omhoog. En is men op zoek naar een sterrenbeeld, de poolster of een planeet. De sterrenhemel is bovenal fascinerend, betoverend, mystiek en maakt ons nietig en zet ons aan tot het stellen van vragen. Het lijkt dat daarboven niets verandert, maar niets is minder waar dan dat. Govert Schilling weet dat als geen ander enthousiast en met deskundigheid voor het voetlicht van velen te brengen. Hij is al meer dan 30 jaar actief als wetenschapsjournalist op het gebied van sterrenkunde, is autodidact en heeft vele boeken en publicaties op zijn naam staan. Passie en werk gaan blijkbaar samen. Enkele weken geleden hebben we elkaar voor het eerst gesproken. Maar ik ken hem al jaren als journalist van de Volkskrant. En hij is regelmatig, zelfs gisteren nog, een graag geziene gast bij De Wereld Draait Door vanwege zijn uitstekende didactische gaven om de schoonheden in de astronomie of ruimtevaart klip en klaar uit te leggen. Daarnaast wekt hij mij, en misschien ook wel sommigen van jullie, regelmatig op zondagochtend met een prachtige column bij Vroege Vogels op de radio. Inmiddels heeft hij verschillende prijzen gewonnen vanwege zijn bijdrage aan de popularisering van de sterrenkunde. In 2007 is er een planetoïde naar hem vernoemd. Deze heeft een doorsnede van 4 kilometer en draait in de gordel tussen Mars en Jupiter. Govert doet 3,3 jaar over een volledige omloop. Die tijd heeft hij vanavond niet nodig. Het komende uur zal hij een sprankelende presentatie geven, onder andere over de onlosmakelijke plek van de mens in de kosmos. Daarna is er een korte pauze en dan zal boekhandel Heijnen hier ook aanwezig zijn voor de verkoop van boeken van Govert en is er ook ruimte om uw gekocht boek te laten signeren. In het tweede deel, daarna, nog ongeveer 3 kwartier, is er volop ruimte voor vragen en interactie. U gaat een bijzondere avond tegemoet. Het is tijd voor kosmische tijd. Mag ik een enthousiast applaus voor Govert Schilling. Dankjewel, Pieter. Nou moet ik het wel waarmaken natuurlijk. Dat wordt nog wat. Maar ik denk dat het wel lukt. De kosmos is een onderwerp wat ons bijna allemaal boeit. Tenminste, ik ben nog nooit iemand tegengekomen
dan een onbekend iemand, jong, oud, maakt niet uit wat voor opleiding of wat voor achtergrond. En dan heb je het over wat voor werk je doet. En dan vertel ik dat ik schrijf over sterrenkunde. Ik heb nog nooit iemand gehoord die er zei, oh, stom onderwerp, interesseert me niks. Echt nooit. Iedereen zegt dan altijd, wauw, dat is mooi, dat is boeiend, daar heb ik vragen over. Het gesprek gaat meteen ergens over. En vanavond wil ik u kennis laten maken met die kosmos, met de nadruk vanzelfsprekend op de tijd in het heelal. Want we hoorden net al dat we hier, ja, we kunnen hier een paar honderd jaar terug in de tijd, maar ik zag op de buitenkant dat de bibliotheek zijn 100-jarig bestaan viert dit jaar. Van harte gefeliciteerd. Maar 100 jaar geleden waren wij er geen van allen. 100 jaar is naar menselijke maatstaven best een lange tijd, maar kosmisch gezien stelt dat helemaal niks voor. Maar voordat ik u meeneem op een reis door de tijd en u duidelijk maak wat voor een kleine plaats in die kosmische geschiedenis wij innemen, wil ik u ook even kennis laten maken met het heelal. Want dat is niet voor iedereen waarschijnlijk meteen even duidelijk. En dat doen we aan de hand van een filmpje waar ik zelf het commentaar bij zal geven. U kunt het filmpje op internet vinden en dan wordt het commentaar gesproken door Morgan Freeman. U weet wel, die Amerikaanse acteur met die prachtige diepe stem. Daar kunt u nog een keer naar luisteren als u dat fijn vindt. Maar nu kan het in het Nederlands. En dit filmpje geeft ons een idee van de schaal van het heelal. We beginnen op het San Marcoplein in Venetië, waar deze acrobaten bezig zijn met hoepels die een middellijn hebben van ongeveer 1 meter. En de hele truc van het filmpje is dat we ons beeldveld steeds met een factor 10 gaan vergroten. En steeds in dezelfde hoeveelheid tijd. Kijk, we zoomen langzaam uit en er komt een nieuwe cirkel in beeld. De cirkel van bezoekers met een middellijn van ongeveer 10 meter. Dus nu zitten we al op een 10 keer zo grote afstand en dat hebben we in een paar seconden gedaan. En in precies dezelfde tijd schuiven we nu van 10 meter naar 100 meter en komt er een cirkel in beeld met die middellijn. Als we steeds 10 keer zo ver komen in dezelfde hoeveelheid tijd, dan zult u begrijpen dat we ontzettend aan het versnellen moeten zijn. Onze snelheid naar buiten toe is enorm aan het toenemen, want anders zou deze groei veel trager gaan. Kijk, je ziet hoe we gaan nu al sneller dan een ruimteschip ooit heeft kunnen vliegen. En we zien al cirkels met een middellijn van tientallen kilometers. En we vliegen op dit moment in dat enorm versnellende tempo de ruimte in. En dat geeft ons een beeld van de uitgestrektheid van onze kosmos. Hier zien we nog de aarde, 1000 kilometer rond de Alpen, 10.000 kilometer iets kleiner dan de middellijn van onze planeet. En inmiddels vliegen we met een duizelingwekkende snelheid van die aarde vandaan. En dan wordt het even leeg. Want het heelal bestaat grotendeels uit lege ruimte. We krijgen hier een cirkel van 100.000 kilometer. En het duurt nog even voordat het dichtstbijzijnde hemellichaam langskomt. Daar zal die zo meteen verschijnen in beeld. En dat is natuurlijk onze eigen maan. Op een ongeveer zo'n 400.000 kilometer afstand van de aarde. Kom maar, maan. Ja, daar is die. Daar racen we ook voorbij en we zoomen nog steeds verder uit. De cirkels worden groter en groter. Iedere keer in dezelfde hoeveelheid tijd een 10 keer zo groot beeldveld. En het duurt niet lang of we zien een deel van de baan die de aarde om de zon beschrijft in beeld komen. Die wordt hierin getekend. Zo beweegt de aarde om de zon. Dat is natuurlijk eigenlijk niet te zien. De aarde zelf is al piepklein geworden. We krijgen de banen van de andere planeten in beeld. Daar links komt ook de zon in beeld. Maar we vliegen inmiddels al met zo'n grote vaart van de zon vandaan, dat we deze ster waar wij omheen bewegen als een heel nietig klein lichtstipje beginnen te zien. En dit zijn de banen van de andere planeten in ons zonnestelsel en weg zijn we, het heelal in. Verder dan het verste ruimtevaartuig ons ooit heeft gebracht. En maar versnellen. En nu komt er weer zo'n lege periode. Want de lege ruimte tussen de sterren is onvoorstelbaar groot. Het is triljoenen kilometers voordat we bij de eerstvolgende ster aankomen. En dat betekent dat sterrenkundigen dan inmiddels in lichtjaren gaan rekenen. Daar ga ik later nog wel wat over uitleggen. En het duurt een tijdje voordat we de dichtstbijzijnde sterren langs zien schieten. Maar zometeen zullen ze in beeld komen. En dan zijn we eindelijk bij de eerstvolgende sterren buiten onze zon. En nu gaan we met zo'n onvoorstelbare snelheid bij onze zon vandaan, dat we na verloop van tijd ook de achtergrond van sterren langzaam maar zeker van plaats zien veranderen. We krijgen een echt driedimensionaal beeld van de opbouw van ons heelal, waar de positie van sterren een hele ruimtelijk volume inneemt. Kijk, het begint nu helemaal in beweging te komen en we krijgen een overzicht over ons eigen melkwegstelsel. Een gigantische verzameling waar een slordige 100 miljard van die sterren, 100 miljard zonnen, zich allemaal ophouden. En de sterren in onze omgeving, ja, die zitten daar ergens in die buitenwijk. En dit is ons prachtige melkwegstelsel. Kijk daar midden in die grote cirkel, dat hele kleine stipje, dat is de zon. En daar vlakbij, daar zit dat piepkleine planeetje aarde.
En er zijn andere sterrenstelsels in beeld. Dicht bij de Melkweg, iets verder weg, daar rechts komt het Andromeda-stelsel tevoorschijn. En opnieuw lege ruimte tussen de sterrenstelsels. Maar na verloop van tijd zien we ook grote groepen en clusters van sterrenstelsels verschijnen. En we krijgen een beeld van de totale opbouw van onze kosmos. En dit is een heel kort filmpje wat ons in korte tijd een idee geeft van onze nietige plaats in de ruimte. Want wij nemen een hele ondergeschikte plaats in de ruimte. Als je ergens willekeurig in het heelal losgelaten zou worden, is het onbegonnen werk om je eigen melkwegstelsel, je eigen zon en je eigen planeet te vinden. Dit is het heelal wat wij de afgelopen eeuwen in kaart hebben gebracht. Dit is de woonplaats van de mens. Hoe klein wij daarin ook zijn, dit is waar wij deel van uitmaken. En wat ik u in dit verhaal wil meegeven, we gaan dit nog eventjes in iets uitgebreidere vorm meemaken, want dit ging wel heel erg snel. Wat ik u mee wil geven is dat wij een onlosmakelijk deel van dat heelal vormen en dat dat alles te maken heeft met die kosmische evolutie die we in de loop van de tijd hebben doorgemaakt. Kijk, we beginnen nog eventjes dicht bij huis. Dan gaan we het ook even over de afstanden en de groottes hebben. Hier zitten we een paar honderd kilometer boven de aarde. Het donkere deel op deze foto is het land. We zien hier Zeeland liggen. Wij zitten hier ergens in Den Bosch. We kijken vanuit het ruimtestation over de Noordzee naar Engeland. De rand van de planeet. En als we nog een stapje verder gaan, dan zien we de hele aarde als grote planeet in ons zonnestelsel, in de ruimte. Maar weinig mensen hebben dit gezien. Een paar handjevol Apollo-astronauten die de reis naar de maan hebben gemaakt, die hebben de aarde van zo'n grote afstand kunnen bekijken. Weet u wat ze altijd zeiden, wat het meeste indruk maakte? Je kijkt naar de aarde en er zijn geen grenzen. Grenzen, het is een tekst van Wilbur Ockels, inmiddels overleden. Grenzen die komen alleen voor in atlassen en tussen onze oren. Ja, dat kosmisch perspectief, dat doet toch wel wat met je. Ik vind het mooi. Het is waar. We gaan een stapje verder en we zien dat de aarde een van de planeten is in ons zonnestelsel. We zagen zo dadelijk al de banen van de planeten. De aarde staat betrekkelijk dicht bij de zon, maar hij is geen grote planeet. Hij hoort bij de vier kleine planeetjes, Mercurius, Venus, de aarde en Mars. En hier hebben we de reuzenplaneten, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En er is een belangrijk verschil tussen die twee groepen. Die kleine planeetjes die bestaan uit zware materialen, gesteente en metalen, dat zijn zware atomen. Daar is dus niet zoveel van in het zonnestelsel. En de reuzenplaneten die bestaan uit lichte gassen. Voornamelijk waterstof en helium, hele lichte atomen. Daar is wel heel veel van. Moeten we ons even realiseren, onze aarde is niet zo representatief voor het zonnestelsel. Het is maar een klein bolletje van zware elementen te midden van grote werelden van lichte gassen. En dat is helemaal het geval voor onze eigen zon, waar al die planeten omheen draaien. Want onze zon is één gigantisch grote bol van gloeiend heet gas. En die bestaat voor het overgrote deel, minstens 99%, uit die lichte gassen, waterstof en helium. Hoe groot is die? Nou, let op, ik heb de planeten op schaal meegenomen. Hier zien we de reuzenplaneet Jupiter. En dit piepkleine stipje, even de brillenglazen schoonpoetsen, anders zien we hem niet. Dat is onze aarde. Kijk, daar zitten wij. In dat hele kleine stadje, in dat piepkleine landje, aan die uithoek van het planeetje. En als wij 100 aardbollen op elkaar stapelen, dan schuiven we die hele stapel probleemloos de zon in. En als de zon hol zou zijn, kunnen we er 1 miljoen aardbollen in kwijt. Nou zien we echt dat de zware elementen waar de aarde en die andere kleine planeetjes uit bestaan, dat dat een heel klein deel is van waar de kosmos uit is opgebouwd. Want die hele... verkeerde knopje. We waren hier pas. Die hele kosmos die bestaat uit sterren zoals onze zon, grote bollen van lichte gassen, lichte atomen. En ook de reuzenplaneten bestaan voornamelijk uit die lichte gassen. Dus bijna de hele kosmos bestaat uit waterstof en helium. En ik noem dat een paar keer omdat dat zo dadelijk van belang is voor het verhaal wat ik u wil meegeven. Nou, we hebben het inmiddels verteld en ik denk dat de meesten van u het ook wel weten. Onze zon is natuurlijk een ster die we in close-up kunnen zien, omdat de planeten, waaronder de aarde, eromheen draaien. Maar in het heelal zien we duizenden, miljoenen andere sterren. Zeker als we een telescoop gebruiken, zoals die Hubble-ruimtetelescoop waar deze foto mee gemaakt is. Sterren in allerlei soorten en maten, verschillende temperaturen, verschillende afmetingen, verschillende kleuren. Maar stuk voor stuk gloeiende bollen van heet gas, bijna allemaal waterstof en helium.
En al die sterren die bevinden zich in ons melkwegstelsel. Zojuist zagen we dat toen we het melkwegstelsel uitvlogen. Maar staan er nog eens even bij stil dat onze zon een heel onooglijk lichtstipje is, ergens in een buitenwijk van een van die spiraalarmen. Compleet onvindbaar. En dan, dat hebben we zo dadelijk ook heel mooi gezien, is ons melkwegstelsel ook niet uniek, maar maakt het deel uit van een gigantisch aantal afzonderlijke sterrenstelsels. En dit hebben we eigenlijk pas sinds de afgelopen 100 jaar een beetje in kaart gebracht. Pas sinds die tijd weten sterrenkundigen dat ons melkwegstelsel niet uniek is, dat er talloze andere sterrenstelsels zijn vergelijkbaar met het onze, en dat ze allemaal tientallen of honderden miljarden sterren bevatten. Als je thuis even de rekensom doet, dan kom je erop uit. Het is echt waar, het is niet gelogen, dat het aantal sterren in ons heelal is groter dan het totale aantal zandkorrels in alle woestijnen en stranden van de aarde. En al die sterren zijn zonnen. Al die zonnen hebben mogelijkerwijs planeten. Wat een enorme rijkdom aan werelden spant zich daar boven ons hoofd uit. Goed, dat is heel kort even onze plaats in de ruimte. En ik denk dat we het wel over eens zijn dat wij mensen nergens zijn te vinden. Daar komt het eigenlijk op neer. Als we niet precies weten in het heelal waar we heen moeten, dan kunnen we onze plaats in die kosmos nooit vinden. En die afstanden die zijn gigantisch. Hoe hebben we die bepaald? Want wij zijn zelf nooit verder geweest dan de maan. Dat was zo'n 45 jaar geleden. Toen hebben Apollo-astronauten het dichtstbijzijnde hemellichaam bezocht. Dat drukken we nog uit in kilometers. Dat is nog geen 400.000 kilometer. Dat heeft uw auto misschien wel gereden in de loop van een aantal jaren. Maar de astronauten van de Apollo-vluchten gingen daar met een raket in 3 dagen heen. Maar mede dankzij hun vluchten hebben we de afstand tot die maan heel nauwkeurig kunnen bepalen. Waar deze Apollo-astronaut mee bezig is, is een soort laserreflector. Dit is een soort speciale spiegel die een laserstraal vanaf de aarde gericht terug kan kaatsen naar de aarde. En wat doen we dan? We zenden een hele korte laserpuls op de maan af. Die reist met de lichtsnelheid. Die doet er ruim een seconde over om daar te komen. Hij wordt weer kaats en we vangen hem hier weer op. Dan is hij heel zwak, je kan hem nog maar net zien, maar het lukt wel. En dan kun je meten hoe lang die erover gedaan heeft. En omdat we de lichtsnelheid kennen, weten we dan de afstand tot de maan. Dat is te meten tot op een centimeter nauwkeurig. En zo is er onder andere ontdekt dat de maan in de loop van de tijd heel langzaam van de aarde wegdrijft. Hoeven wij ons geen zorgen over te maken, dat is maar zo'n stukje per jaar. Maar het gebeurt wel en zo nauwkeurig kunnen we dat meten. Dus eigenlijk met die laserstraal hebben we een meetlat naar de maan. Dat is best handig. Bij de planeten doen we dat met ruimtescheepjes. Die vliegen op Mars, vliegen langs Pluto, we weten waar ze zich bevinden. We kijken hoe lang een radiosignaal er heen en weer over doet. We meten precies hun afstand. Dus ons zonnestelsel hebben we echt tot op de centimeter nauwkeurig in kaart gebracht. Maar met de sterren is dat ingewikkelder. Je hebt niet even een rolmaat naar de dichtstbijzijnde ster, laat staan naar de sterren aan de andere kant van ons melkwegstelsel. Maar er is een trucje opgevonden, wat ik toch leuk vind om even te vertellen. Kijk, de sterren staan niet oneindig ver weg. Natuurlijk niet zo dichtbij, het is hier heel erg overdreven getekend. Maar ze hebben een bepaalde afstand en de aarde die draait om de zon. In de zomer staat de aarde aan de ene kant van de baan van de aarde, van de zon. Dan zien we de ster in deze richting. Tegenover de sterren op de achtergrond zien we hem in een bepaalde richting staan. Een half jaar later kijken we vanuit een iets andere richting naar die ster. En dan is die ten opzichte van die achtergrondobjecten een heel klein beetje verschoven. Het is een heel bekend verschijnsel. Ik wil u uitnodigen om het even met mij te doen. Ik doe het zelf ook, dan zit u niet voor gek. Maar ik vind het altijd leuk om te doen. U doet uw linkeroog dicht. Allemaal linkeroog dicht. We strekken onze rechterarm met de duim omhoog en u houdt uw duim precies voor de zon. Ik zie nu de zon niet meer. Ik kijk alleen met mijn rechteroog, mijn duim zit voor de zon. Nou hou je hand stil en dan doe je je linkeroog open en je rechteroog dicht. Hé, duim is versprongen. Dat is het parallaxeffect. Als je dat doet op verschillende afstanden voor je duim, dan zie je dat dat parallaxeffect het sterkst is, logisch, als de ster dichtbij staat. Dus we kijken hoeveel die ster wiebelt in de loop van een jaar en we kunnen zijn afstand berekenen. Nou, dus dat gaat natuurlijk heel moeilijk, het zijn hele kleine verschillen, maar op die manier hebben we de afstanden van sterren tot honderden lichtjaren kunnen meten. En in andere sterrenstelsels, zoals het Andromeda-stelsel, wat we in het filmpje ook al langs zagen zien komen, daar lukt dat natuurlijk niet meer. Die staat veel te ver weg. Daar is dat parallax-effect niet meer van belang. En dan gebruiken sterrenkundigen allerlei trucjes om ook die afstanden te meten. Het komt er een beetje op neer dat we van bepaalde objecten een idee hebben hoeveel energie ze echt uitstralen. We vergelijken ze met dingen die wij kennen. We zien hoe helder ze aan de hemel lijken.
En dan kun je uitrekenen hoe ver die staat. Dat is een beetje als dat u in een weiland loopt. Of in het donker in een landschap. En je ziet in de verte wat lantaarnpalen. Dan heb je meteen een idee over de afstand. Want we weten ongeveer hoeveel licht een lantaarnpaal geeft. We weten het niet precies. Misschien is die wat fel en dan staat hij wat verder weg. Misschien zit er een wat zwakkere lamp in en staat hij wat dichterbij. Maar bij benadering, als je echt weet hoeveel watt die lantaarnpaal geeft, dan kun je op basis van zijn waargenomen helderheid de afstand zien. En zo zijn al die afstanden in het heelal bepaald op een ingewikkelde manier. En dat doen we natuurlijk mede met behulp van die lichtsnelheid. Dat vertelde ik al over de afstand tot de maan voor die laserstraal. Maar als een lichtstraal 300.000 kilometer per seconde gaat, ja, dan gaan 60 seconden in een minuut. Dus dat is 18 miljoen kilometer per minuut. Nog een keer is 60, dat is 1 miljard kilometer per uur. Dan gaan er 24 uur in een dag, dan zitten we bijna 26 miljard kilometer in een dag. En dat keer het aantal dagen in een jaar. En we zien dat het licht in één jaar een afstand van 9,5 biljoen kilometer aflegt. En dat is wat wij een lichtjaar noemen. De afstand die een lichtstraal aflegt in één jaar. Dus het is eigenlijk een tijdseenheid. Een lichtjaar is een reistijd. Het is een afstandsmaat, maar het is gekoppeld aan de reisduur van het licht. 300.000 kilometer per seconde, hè? Kijk, 9,5 biljoen kilometer kunnen wij ons niet voorstellen. Maar in 300.000 kilometer maak je in 1 seconde 7 rondjes om de aarde. En dat gaat zo door, hè? Dat is elke seconde. Dus dat is 300.000, 600.000, 900.000, 1,2 miljoen, 1,5 miljoen. Hou dat een jaar vol en je bent één lichtjaar verder. En dan ben je ongeveer op een kwart van de afstand tot de dichtstbijzijnde ster. Alle andere sterren in het heelal staan verder weg. Hier is wel iets bijzonders mee, want we maken nu de koppeling tussen afstand en tijd. En tijd is essentieel in het heelal, want als wij het licht van die dichtstbijzijnde ster zien, op 4 lichtjaar afstand, dan ontvangen wij licht van die ster wat 4 jaar naar ons onderweg is geweest. Wij zien oud licht. En dat geldt dichterbij in het heelal ook al. Als wij naar de zon kijken, even kijken, hebben we die in beeld? Die zou toch moeten komen. Ja, daar hebben we. Als we naar de zon kijken op 150 miljoen kilometer afstand. Ja, daar doet een lichtstraal iets meer dan 8 minuten over. Dat betekent dat wij de zon altijd zien zoals die er 8 minuten eerder uitzag. Dus als we iets op de zon zien gebeuren, dan is het oud nieuws. Nou, 8 minuten oud, dat is niet zo belangrijk. Maar we kijken terug in de tijd. Als wij naar de sterren kijken, die staan op allerlei verschillende afstanden, van tientallen tot honderden lichtjaren, dan kijken we misschien decennia of eeuwen lang terug in de tijd. En dan zien we echt hoe het in het verleden erbij stond in het heelal. Dat betekent dat als wij een ster aan de hemel zien stralen, dan is het denkbaar dat die ster er niet meer is. Er is een ster aan de hemel die staat op een afstand van ongeveer, even kijken, zeg ik het goed, dat is de ster Deneb, die staat op een afstand van ongeveer 1600 lichtjaar. Een flinke afstand. Het licht wat wij nu zien, ik zeg voor het gemak even dat we in het jaar 2000 zitten, dat is in het jaar 400 vertrokken. Dus dat is 1600 jaar geleden. Dat licht komt nu op aarde aan. Als die ster in het jaar 1200 geëxplodeerd is in een supernova-explosie, dan is dat licht van die supernova-explosie is pas hier in het jaar 2800. Dan moeten we nog eeuwen op wachten voordat we zien dat die ster aan het eind van zijn leven is gekomen. Dus we kijken daadwerkelijk terug in de tijd. En dat is iets wat voor sterrenkundigen een enorm groot voordeel is. Want kijken we naar verre sterrenstelsels buiten onze eigen melkweg, dan kijken we miljoenen of honderden miljoenen of in sommige gevallen miljarden jaren terug in de tijd. En de sterrenkundige die zegt niet voor niks, mijn telescoop is eigenlijk een tijdmachine. Hij laat mij echt het verleden zien. Ja, zeggen de archeologen dan, dat hebben wij ook, want wij graven botten op van heel lang geleden. Nee, zegt de sterrenkundige, die botten die je nu bestudeert, die bestudeer je nu. Dat zijn hoe de botten er nu uitzien. Ze zijn wel heel oud, maar je ziet ze nu. Interessant, daar zeg ik niks van, maar wat wij zien is echt hoe het toen was. Wij zien echt het verleden. Wij zien niet de restanten uit het ver verleden, we zien het verleden zelf. De hele kosmische geschiedenis is voor onze ogen uitgerold. En als je ver terug in de tijd wil kijken, dan hoef je alleen maar ver weg in de ruimte te kijken. Het is een beetje vergelijkbaar, niet helemaal, met in de Verenigde Staten aan de rand van de Grand Canyon staan. Je bent geïnteresseerd in de geologische geschiedenis van de aarde en je ziet aan die canyonwand alle aardlagen voor je uitgespreid als het ware. En wil je weten hoe het er toe ging
een paar honderd miljoen jaar in het verleden. Dan moet je gewoon heel diep de canyon in kijken. Dat is moeilijk, valt niet mee, het is diep. Het is in het heelal ook, je moet ver kijken. Maar het lukt wel. Met dien verstande dat wij in de sterrenkunde dus daadwerkelijk echt in het verleden kijken. En het heelal zien zoals het was en niet zoals het is. Dus we hebben niet alleen de hele ruimte onder bereik, maar de hele tijd. We hebben de hele kosmische evolutie onder handbereik. Dat is spectaculair. En daardoor weten we veel van die kosmische evolutie. En ik heb u nu meegegeven wat onze plaats in de ruimte is. En ik wil u ook graag meegeven wat onze ondergeschikte plaats in de tijd is. En daar heb ik ook een hele speciale opname voor meegenomen. Ik kon hem zelf niet hier naartoe slepen. Maar de Eiffeltoren gaat mij daar even bij helpen. Die kennen we natuurlijk allemaal. Een slordige 300 meter hoog. En we kunnen de Eiffeltoren als een soort tijdlijn gebruiken. We spreken af dat de basis van de Eiffeltoren op de grond waar de poten staan, dat is het begin van de tijd, dat is toen het heelal ontstond, dat is de oerknal. 13,7 miljard jaar geleden. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen hoor. Dan zien we de tijd gaat langs die Eiffeltoren helemaal omhoog, omhoog, omhoog. En het topje van de Eiffeltoren, hier bovenop die tv-antenne die daar bovenop staat, dat is het heden. Dat is het jaar 2015. Dus we hebben hier 13,7 miljard jaar uitgespreid en dat hebben we teruggebracht tot een tijdlijn van 300 meter. En dan wordt het interessant, want de eerste 2/3 van die kosmische geschiedenis, een slordige 9 miljard jaar, eerste 2/3 daarvan, dus dan zit je al hier, was er in het hele heelal van de aarde en de zon nog geen spoor te vinden. En er gebeurde van alles, er waren sterrenstelsels, er ontstonden sterren, er werden planeten geboren, ongetwijfeld. Sterren gingen weer dood, materiaal werd opnieuw gebruikt voor een tweede generatie ster, voor een derde generatie ster. Maar pas zo'n 4,5 miljard jaar geleden, dus toen 2/3 van de geschiedenis van het heelal al achter de rug was, toen werd de zon gevormd en ontstonden de planeten. Dus dan zitten we al hier. Dat was voor het eerst dat onze aarde ten tonele verscheen. Nou, vrij kort daarna, ongeveer nou, hooguit 1 miljard jaar later, waren er zeker levensvormen op aarde. Kleine, eenvoudige, eencellige organismen. Maar die bleven een paar miljard jaar lang de heersende levensvormen op onze planeet. En we zitten al ongeveer op deze hoogte als er voor het eerst complexere levensvormen ontstaan. Een half miljard jaar terug. En dan heb ik het over planten, vissen, uiteindelijk amfibieën, reptielen. De dinosaurussen liepen hier zo'n beetje op aarde rond. Dat is enkele tientallen miljoenen jaren geleden. En hier helemaal bovenop, ja, daar zitten wij nu. Maar dan neem ik u in gedachten even mee naar het topje van de Eiffeltoren. En daar sta ik bovenop me vast te houden aan die tv-antenne. Kijken dat ik er niet van afval. En als ik dan een ijzervijl bij me heb. En ik doe één keer over dat topje van die antenne. Dan is er van Homo sapiens niets meer terug te vinden. Dat is de denkende mens, 200.000 jaar geleden ontstaan, 0,1 millimeter op deze schaal. Een ademtocht zijn we. We zijn niet alleen nergens te vinden, we komen ook nog maar net kijken. En nou weet ik wel dat dat voor sommige mensen een wat beangstigend idee oplevert. Tenminste, ik hoor dat vaak. Ik vind het jammer, want ik ben dol op de kosmos. Dus ik vind het jammer als iets waar ik van hou, als dat op andere mensen als beangstigend overkomt. Maar ik snap het wel een beetje, want je krijgt dat idee van, doen we er wel toe? Wat doen we hier? We zijn nergens te vinden. We komen net kijken. We kunnen er net zo goed niet zijn. En ik moet u zeggen, het is waar. Als de mensheid ooit ophoudt te bestaan, er zal geen ster een traan om laten. Dat is echt wel waar. Daar kan ik niet helpen. Maar als ik u meegeef hoe die kosmische tijd zich heeft afgespeeld, en ik maak u duidelijk wat onze plaats is in die evolutie van het heelal, dan hoop ik dat u daar iets anders tegen aankijkt. En we beginnen bij het verleden. Ik ga niet al te uitgebreid op alle technische details in. Maar met speciale telescopen hebben wij een afbeelding kunnen maken waarbij we inderdaad 13,7 miljard jaar terugkijken in de tijd. En hier eigenlijk de straling opvangen die werd uitgezonden tijdens dat moment van de oerknal. Toen het heelal gevuld was met enorm heet gas. En het overal gevuld was met die gloeiende hitte en die straling die is natuurlijk door de uitdijing van het heelal is enorm afgekoeld en verdund. Maar we kunnen terugkijken in de tijd, we kunnen hem in kaart brengen en we zien dat daar hele kleine variaties in temperatuur en in dichtheid in zitten. Puur door toevallige omstandigheden, hier zat wat meer gas, daar wat minder. En dan kun je in een supercomputer kun je uitrekenen hoe dat zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Want uit die allereerste kwantumfluctuaties, die werden in een
korte periode van opzwelling van het heelal werden die uitvergroot tot het patroon wat we net zagen. En daaruit zullen uiteindelijk de sterrenstelsels ontstaan die we nu zien. En dat gaat onder invloed van de zwaartekracht. Dit filmpje laat het zien. Dit is een computeranimatie waarbij we een kubusvormig stukje van het heelal, we draaien er inmiddels omheen. Daar zien we dat het eerst gevuld was met gas, met hele kleine dichtheidsvariaties. Maar door de zwaartekracht begint dat gas naar elkaar toe te stromen. Het wordt een paar keer vertoond, u ziet het hier nog een keer. En dan zie je dat er vanzelf onder invloed van die zwaartekracht concentraties van gas gaan ontstaan. Dus de zwaartekracht is de bouwmeester, is de architect geweest van het heelal. Die heeft ervoor gezorgd dat de wederzijdse aantrekkingskracht van al die gasdeeltjes tot dit soort grote structuren heeft geleid. Nou, dat leidt er dan toe dat wij uiteindelijk een heelal zien zoals op deze foto zichtbaar is. Gevuld met talloze afzonderlijke sterrenstelsels. Eigenlijk de knooppunten waar dat gas naartoe is gestroomd en waar zo'n sterrenstelsel kon ontstaan. Deze foto is trouwens gemaakt door de Hubble ruimtetelescoop met een enorm lange belichtingstijd. Een leeg stukje sterrenhemel heeft hij uitgekozen, maar dan 20 dagen lang gaan belichten en kijken wat je dan ziet. En dan zie je duizenden extreem verre sterrenstelsels op miljarden lichtjaren afstand. En dit stukje sterrenhemel is zo klein dat als u vanavond thuis het speldenkussen opzoekt en daar zo'n kopspeldje uithaalt met zo'n gekleurd bolletje, en je houdt die tussen duim en wijsvinger, je strekt je arm en je doet weer één oog dicht, dan gaat dit hele stukje sterren helemaal achter de kop van die speld schuil. Schuif je de speld één speldenknopje op, zie je weer duizenden sterrenstelsels. En daarna weer, en daarna weer. Het hele heelal is hiermee gevuld. Onze Melkweg is één van die slordige 100 miljard sterrenstelsels in het heelal. En die stelsels die zijn ook weer onder invloed van de zwaartekracht in allerlei vormen en patronen ontstaan. Ze hebben vaak een mooie spiraalstructuur door hun draaiing. De meeste sterren zitten in het centrum, dat wordt hier één grote lichtvlek. En in de buitengebieden, daar kunnen nieuwe sterren geboren worden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar die indeling van het heelal, die is dus onder invloed van de zwaartekracht bepaald. En die hebben we goed in de smiezen. Die kunnen we met computerberekeningen nabootsen. En het klopt exact, het verloop ervan, de manier waarop dat groeit in de loop van miljarden jaren. Dat klopt precies met onze waarnemingen die we met telescopen doen. In dit filmpje vliegen we even door die kosmos en dan krijgt u een mooi driedimensionaal beeld van het heelal. We gaan natuurlijk onvoorstelbaar snel, veel sneller dan een lichtstraal. En we vliegen helemaal tussen losse sterrenstelsels, tussen slierten van sterrenstelsels, langs clusters, langs groepen. En dat bedoelde ik net toen ik zei, als je ergens los wordt gelaten in het heelal, dan is je eigen Melkweg natuurlijk met geen mogelijkheid terug te vinden. En zelfs als je dat weet, dan is het onbegonnen werk om in een van die sterrenstelsels je eigen ster te vinden. Want dat zijn er ook weer tientallen miljarden. En dan trouwens, als we dat daarin zouden slagen, zijn we weer even terug bij huis. Bedenk dan eens dat we eindelijk langs de zon vliegen. We zien een paar hele kleine planeetjes. Jupiter en Saturnus zijn misschien net te zien. Maar dat piepkleine stofje waar de aarde zich bevindt, dat is bijna onbegonnen werk om daar naar op zoek te gaan. En dat is wel de plek waar de hele geschiedenis van de mensheid zich heeft afgespeeld. Het zijn bijzondere dingen om je dat te realiseren. Nou, hier zien we een mooi voorbeeld van die ruimtelijke structuur van de kosmos. En dat betekent dat onze ideeën over de evolutie van het heelal, die kloppen goed als we die theorieën met een computersimulatie zoals hier, als we die naberekenen, dan leidt dat ook tot een heelal met dezelfde soort structuur als we ook echt om ons heen zien. Dus we hebben het idee dat we dat goed in de peiling hebben. Er zitten nog wel een paar raadsels bij, daar kom ik zo meteen nog op terug. Nou, in zo'n sterrenstelsel, dat is wel belangrijk, gaat de zwaartekracht natuurlijk gewoon door. Ook daar is dat gas, wat we het heelal was gevuld met die lichte gasatomen, hè, waterstof en helium. Maar ook in zo'n sterrenstelsel begint dat gas onder invloed van de zwaartekracht samen te klonteren en naar elkaar toe te stromen. Er kan zo'n dichte concentratie ontstaan dat een gaswolk bijna ondoorzichtig wordt. We zien de sterren op de achtergrond er niet meer doorheen. En uiteindelijk kan daaruit een nieuwe ster worden geboren. En dit is eigenlijk een hele simpele recept voor een ster. Neem een heelal, laat het uitdijen, laat de gaswolken onder invloed van de zwaartekracht concentraties vormen. Je hebt een sterrenstelsel, doe dat op kleine schaal nog een keer en het gas komt vanzelf bij elkaar in een bolletje wat automatisch heet en helder genoeg wordt om licht te gaan geven. Simpel gezegd komt het daarop neer. Wat wel belangrijk is, is waar die licht en warmte vandaan komt. En dat vindt allemaal plaats in het centrum van de ster, in de kern, waar de druk en de temperatuur onvoorstelbaar hoog zijn en waar het proces van kernfusie helemaal spontaan optreedt.
En niet schrikken, kernfusie is geen ingewikkelde natuurkundige term. U weet allemaal wat bedrijfsfusie is, toch? Eén klein bedrijfje, nog een klein bedrijfje. Ze gaan samen, je hebt een groot bedrijf. Dat is makkelijk, hè? Kernfusie is net zo makkelijk. Eén kleine atoomkern, nog een kleine atoomkern. Je perst ze op elkaar, ze gaan samen als een grotere, zwaardere atoomkern. Dat is het hele eieren eten. De details zijn ingewikkeld, maar die laten we achterwege. En in het centrum van een ster fuseren de hele lichte waterstofatomen en later ook de heliumatomen, daarmee was het heelal begonnen, die fuseren tot zwaardere atomen die er eerder niet waren. En zo ontstaan er in het centrum van de ster atomen van koolstof, van zuurstof, van stikstof, van aluminium, magnesium, calcium, van ijzer, nikkel, noem het allemaal maar op. Het hele periodiek systeem van de elementen, wat u nog kent van de lokaalwand van uw scheikundeles, dat is eigenlijk ontstaan in het centrum van sterren. Ja, en als al die zware elementen daar blijven zitten, dan hebben we er natuurlijk niks aan. Maar aan het eind van zijn leven begint de ster zijn buitenste lagen de ruimte in te blazen. Dan krijg je dit soort prachtige nevels. Dat lot staat onze zon over een paar miljard jaar ook te wachten. En als we te maken hebben met een hele zware ster, dan zal die zelfs helemaal uit elkaar spatten. En geeft die alle het gas waar die uit gebouwd is, plus die kleine hoeveelheid nieuw gevormde zware elementen, die geeft hij terug aan de kosmos. En als wij nu in het heelal om ons heen kijken, dan zien we dus niet alleen die rode gloed van oplichtend warm waterstofgas, die is overal. Net zoals de sterren die voornamelijk uit waterstof en helium bestaan. Maar we zien die donkere wolkjes hier zweven. En dat zijn kleine concentraties van zware elementen. Koolstofdeeltjes, ijzersflintertjes, siliciumkorreltjes. Al die zware elementen zitten nu in het heelal. Een sterrenkundige zegt dan, de interstellaire ruimte, de ruimte tussen de sterren, was eerst zo zuiver, waterstof en helium, en is nu vervuild met zware elementen. Het is niet veel, hè? 1% maar ongeveer. Maar als je het mij vraagt, ik zou zeggen, de ruimte tussen de sterren is verrijkt met zware elementen. We hebben er meer verscheidenheid aan overgehouden. Er kan meer scheikunde plaatsvinden. Het heelal is gevarieerder geworden. En als er nu uit een nieuwe concentratie van materie zo'n tweede of derde generatiester ontstaat, dus inmiddels hebben we al 10 miljard jaar kosmische evolutie achter de rug en de zon komt een keer te tonelen, dan is de wolk waar die zon uit ontstaat is niet meer alleen waterstof en helium, maar er zit 1% zware elementen tussen. En die kunnen samen klonteren tot onze planeet Aarde. En dat betekent dat het ijzer en het nikkel in de kern van de Aarde ooit bij een supernova-explosie naar buiten is geblazen. En dat alle atomen en in de mineralen in de gesteente mantel van de Aarde allemaal gevormd zijn in het binnenste van een andere ster. Naar buiten geblazen bij een supernova-explosie. Het water op Aarde, idem dito. Water is H2O, dat weten we allemaal wel. Dat zijn twee atomen waterstof en één atoom zuurstof. Nou, de waterstofatomen die hierin zitten, die waren er al. Die zijn er heel veel in het heelal. Maar elk zuurstofatoom in elke slok water die u neemt, even aan denken vanavond bij tandenpoetsen, is afkomstig uit het binnenste van een andere ster. Glaasje sterrenstof. En wat helemaal bijzonder is, dan kom ik eigenlijk toch wel een beetje bij de kern van mijn betoog. Wat helemaal bijzonder is, is dat dat ook geldt voor de atomen in ons eigen lichaam. En daar staan we niet altijd bij stil. Maar als ik een koolstofatoom uit mijn handpalm peuter, dat is heel makkelijk hoor, ik heb er genoeg, dan kunt u zich misschien afvragen hoe oud dit koolstofatoom is, en dan kunt u opzoeken hoe oud ik ben. Maar wacht even, dat koolstofatoom is niet 58 jaar geleden spontaan uit het niets ontstaan. Zo gaat dat niet. Atomen kunnen we niet zomaar spontaan doen verschijnen. Nee, dat koolstofatoom is veel ouder. Het is ook niet 13,7 miljard jaar oud, want bij de oerknal was het er nog niet. Nee, het is ooit gevormd in het binnenste van een andere ster, samen met talloze andere koolstof, zuurstof en stikstofatomen. En toen die ster uiteens spatte in een supernova-explosie, is mijn koolstofatoom teruggegeven aan de kosmische kringloop en kon het uiteindelijk onderdeel worden van die wolk waaruit de zon en de planeten ontstonden. En dan zijn er honderden miljoenen jaren voorbij gegaan en dan maakt mijn koolstofatoom de hele geologische geschiedenis van de aarde mee. Het zat misschien in een mineraal in de aardmantel. Het is bij een vulkaanuitbarsting de dampkring ingeblazen. Het is bij een onweersbui de oceaan ingespoeld. Het is 2000 jaar geleden in een uitgeademde Julius Caesar. Wie zal dat allemaal zeggen? En 59 jaar geleden, toen zat mijn koolstofatoom
in een worteltje. En mijn moeder, die toen zwanger was, die at dat worteltje. En via haar bloedsoort, nou ja, de rest is history. U kunt het verhaal verder wel invullen. Dit is een onwaarschijnlijk verhaal, maar het is wel de werkelijkheid. Dit is bijna poëzie. Trouwens, het is poëzie. De meeste van u zijn net als ik oud genoeg om ons het Woodstock Festival te herinneren in 1969. Een van de eerste grote openluchtpopfestivals. Er was een heel jong Canadees volkszangeresje, inmiddels een grand old lady, Joni Mitchell. En die zong daar het liedje Woodstock. En daar zong ze dat, hè? We are stardust. Wij zijn sterrenstof. Ja, zeg je, Joni Mitchell was een zangeres, een singer-songwriter zouden we nu zeggen. Die schreef poëzie. Ja, maar wacht even. Ze wist donders goed waar ze het over had. Zoek de songteksten maar op na. Ergens in het derde couplet, daar staat het. Billion year old carbon. Wij zijn miljarden jaren oud koolstof. Wij maken integraal deel uit van die kosmische evolutie. Wij kunnen ons bestaan helemaal niet loszien van de voorafgaande geschiedenis van het heelal. Wij zijn niet hier en oh ja, er is ook nog een kosmos. Nee, wij zijn essentieel onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en met de tijd van ons universum. Nou, ik denk dat dat een van de mooiste inzichten is van de wetenschap. En natuurlijk, als we het over tijd hebben, en daar wil ik het laatste kwartier, 20 minuten van mijn verhaal aan besteden, dan hebben we ook allemaal vragen over de tijd die misschien wat meer wetenschappelijk zijn. Maar ik hoop wel dat u de boodschap die ik u net heb meegegeven, dat u die niet vergeet. En ja, we gaan toch nog eventjes terug, want anders raken we hier al van in de war. Want wacht even, hoe zit dat nou met die angst voor dat grote bedreigende heelal en onze kleine plaats daarin? Ik denk dus dat die onterecht is. Want dat heelal is niet iets buiten onszelf. Dat heelal is hetgene waar we uit voortkomen. Dat heelal is hetgene waar we niet zonder hadden kunnen bestaan. Dat heelal is eigenlijk hetgene waar wij deel van uitmaken. Hoe kun je daar bang voor zijn? Wij maken deel uit van een groot kosmisch wonder. En ja, we zijn heel klein, we zijn heel onbeduidend, heel nietig en onbetekenend. Maar dat geeft ons juist alleen maar weer de reden om een verantwoordelijkheid te voelen naar de tijd en de plaats die we wel innemen. Laten we ons realiseren dat we deel uitmaken van dat prachtige grote geheel. En laten we de zin van ons leven niet gaan zoeken miljarden jaren in de toekomst of honderden miljarden lichtjaren bij ons vandaan. De zin van ons leven kunnen we heel goed in het hier en nu vinden. Ik denk dat dat dingen zijn die je met die kosmische blik misschien na een avondje overpeinzen mee naar huis kunt nemen. Maar goed, het gaat over tijd. Ik weet dat er een heleboel vragen bij uw leven die ermee te maken hebben. En ik begin maar meteen met de vraag die altijd anders iemand anders wel stelt. Want als we het over tijd hebben, dan, ik heb het er net ook gezegd, bij die Eiffeltoren, dat was het begin van de tijd. Dat was de oerknal. Ja, hoe zit het dan? Wat was het dan voor de oerknal? Want die oerknal moet toch op een bepaald moment hebben plaatsgevonden? Nou, kijk, we komen er een beetje omheen als we aannemen dat de tijd bij de oerknal is ontstaan. Als dat zo is, en dat weten we niet zeker, dat zeg ik erbij hoor. Maar als dat zo is, als niet alleen de ruimte is ontstaan, maar ook de tijd is ontstaan. Ja, dan heeft die vraag, wat was er voor de oerknal, die heeft natuurlijk helemaal geen betekenis. Want dat veronderstelt dat er daarvoor ook tijd was. Anders heeft dat begrip voor, zegt helemaal niks. Dus als je aan een sterrenkundige vraagt, wat was er voor de oerknal, dan zegt hij, dat is een foute vraag. En normaal zijn wij geneigd te denken, ja hallo, zo maken we ons er wel heel makkelijk vanaf. Als je het antwoord niet weet, gewoon zeggen dat het een foute vraag is. Maar het is eigenlijk wel waar. En er zijn meer voorbeelden van foute vragen en onmogelijke antwoorden. Ik wil u bijvoorbeeld de vraag voorleggen, wat is de kleur van woensdag? Grammaticaal hele correcte zin. Iedereen kan zich dat afvragen. Oké, ik weet, er zijn synesthesisten die een bepaalde kleur aan woorden toekennen, maar dat laten we even in het midden. Maar dagen hebben geen kleur, dus de vraag naar wat de kleur van een bepaalde dag is, is betekenisloos. Dat is een foute vraag. Of wat meer in deze richting. Ik kan u vragen, wat ligt er ten noorden van de Waddeneilanden? Dan zegt u de Noordzee. Wat ligt er ten noorden van de Noordzee? Scandinavië. Wat ligt er ten noorden van Scandinavië? De Noordpool. En wat ligt er ten noorden van de Noordpool? Foute vraag, want als je op de Noordpool staat, kun je alleen maar naar het zuiden. Er is niets ten noorden van de Noordpool. Dus die vraag is betekenisloos. Zo zou het kunnen dat de vraag wat er voor de oerknal was, dat die betekenisloos is. Maar dan hebben we wel een probleem.
En daar zitten natuurkundigen ook mee. Wij leven in een wereld waar elk gevolg altijd een oorzaak kent. Niets gebeurt zomaar. Alles wordt ergens door in gang gezet. Hoe zit het dan met oorzaak en gevolg van het ontstaan van notabene het hele heelal? Kan dat zomaar een keer gebeuren? Waardoor dan? Waaruit dan? Niemand die het antwoord hierop weet, hoor. Dus de vraag die hier bovenaan staat, kan ik vanavond niet voor u beantwoorden. Ook in natuurkundige kring wordt daar ontzettend veel over gespeculeerd. Er zijn dikke boeken, ook populair wetenschappelijke boeken, over geschreven. Er zijn theoretici die zeggen dat tijd een menselijke illusie is. Dat tijd eigenlijk helemaal niet bestaat. Er zijn theoretici die zeggen dat het heelal een klein onderdeeltje is in een veel groter geheel. Dus dat er misschien toch iets voor de oerknal geweest kan zijn. Misschien is er sprake van een soort hypertijd waar wij alleen maar een kleine afspiegeling van zien. Ongeveer elk idee wat u en ik na 3 glazen wijn en een nachtje filosoferen kunnen bedenken, dat is ook door de professionele theoretici al bedacht. Dat is maar goed ook, anders deden ze hun werk niet goed. 99% van al hun ideeën en theorieën is terecht de prullenbak in verdwenen. Zo hoort dat met wetenschap, want er blijkt dat het niet kan werken. Maar we zijn er nog steeds niet helemaal uit. Dus die vraag kan ik vanavond niet voor u beantwoorden. En de praktisch ingestelde, de pragmatische wetenschappers die zeggen, nou, dat weten we dan niet. Weet je wat, laten we onze tijd en energie dan besteden aan de dingen onderzoeken die we wel kunnen begrijpen. En bijvoorbeeld eens kijken hoe het heelal heel kort na de oerknal zich begon te ontwikkelen. En daar zijn we heel eind in gekomen. Dat is natuurlijk ook waardevol. Dus er zijn gelukkig maar nog veel raadsels. Goed, om dat goed te begrijpen en om te begrijpen dat we dit niet zo makkelijk kunnen oplossen, wil ik u iets vertellen over de uitdijing van het heelal. En ik dacht, neem ik maar eens een simpel voorbeeldje voor, een stukje elastiek. Mooi stukje postbode elastiek, dat kun je lekker rekken. Want ik ga u proberen duidelijk te maken, u heeft allemaal wel eens over de uitdijing van het heelal gehoord, dat uw beeld daarvan waarschijnlijk niet klopt. Ik schat zo in dat minstens 80% van u bij de uitdijing van het heelal zich voorstellen dat de sterrenstelsels in het heelal bij elkaar vandaan bewegen, op steeds grotere afstanden komen, met enorme snelheden door ruimte zwieren. De verse sterrenstelsels gaan het snelst. En ergens is dat begonnen in een oerknal toen alles op één klein kluitje zat. Dat is het beeld wat bijna iedereen heeft. En het beeld is niet goed. Dat is namelijk de vuurwerkverbeelding van ons heelal. Alsof er al een lege ruimte was en alsof er in die lege ruimte op een bepaalde plek en op een bepaald moment iets explodeerde en alle kanten opvloog. Ja, dat zou wel makkelijk zijn, want dat kunnen we ons goed voorstellen, maar zo is het niet. Wat er aan de hand was, is dat de oerknal niet een explosie in de ruimte was, maar eigenlijk een explosie van de ruimte zelf. En de uitdijing van het heelal is niet de verplaatsing van de sterrenstelsels door de ruimte, maar het is de uitdijing van de lege ruimte zelf, waardoor de objecten in die lege ruimte, ook als ze niet bewegen, op grotere afstanden komen te staan. Met het stukje elastiek laat ik u zien hoe sterrenkundigen die uitdijing meten en hoe we uiteindelijk daar een beeld van krijgen. Want als wij een lichtgolf door het heelal laten reizen, kunnen we dat tekenen. Dit is een klein stukje elastiek wat ik eruit heb geknipt. En dan zien we een lichtgolf bewegen. Dus een lichtgolf reist door het heelal. Hij wordt met een bepaalde golflengte uitgezonden. Hij reist miljarden jaren door het heelal, komt op aarde aan. En wij zien hem natuurlijk met diezelfde golflengte. Ja, behalve als de lege ruimte uitgerekt wordt. En dat is wat er gebeurt. Het is de lege ruimte die uitdijt. Dan worden de golven ook uitgerekt. En dat betekent dat hoe langer zo'n lichtgolf door die uitdijende ruimte reist, hoe langer zijn golflengte wordt. Dus een sterrenstelsel op zeer grote afstand, wat wit licht uitzendt, dat licht gaat als wit licht op pad. Het zou normaal gesproken ook als wit licht op aarde aankomen, maar in die miljarden jaren reistijd is het heelal aan het uitdijen. Dus het licht moet om te beginnen al een grotere afstand afleggen, er komt steeds meer ruimte bij. De lichtgolven worden uitgerekt, de energie neemt af en het licht komt met een rodere kleur op aarde aan. En dat is die roodverschuiving waar je misschien wel eens van gehoord hebt. Een roodverschuiving die een maat is voor de reistijd van het licht. En zo kunnen we de afstanden schatten in het heelal. Nou valt dat nog niet mee hoor, want die afstanden, dat is een beetje een glibberig begrip aan het worden. Stel je voor dat dit sterrenstelsel op 5 miljard lichtjaar afstand van de aarde staat en op dat moment een lichtstraal uitzendt. Hoe lang doet dat licht erover om ons te bereiken? Ja, normaal gesproken zou je denken 5 miljard jaar. Maar nee, de ruimte dijt uit. Er komt steeds meer ruimte bij. Het is alsof wij een mier over een stuk elastiek laten lopen en ondertussen aan het elastiek trekken. Hij komt er wel, maar hij doet er langer over. Dus afhankelijk van de
uitdijingsgeschiedenis van het heelal is dat licht misschien wel in totaal 8 miljard jaar onderweg om op aarde aan te komen. Nou, dat is wat wij meten. Want wij zien aan de roodverschuiving hoe lang het licht door de uiteinde ruimte heeft gereisd. Dus als het hier op aarde aankomt, dan kunnen we zeggen, oké, we zien hier licht. Dat is 8 miljard jaar naar ons onderweg geweest. Dus we kijken 8 miljard jaar terug in de tijd. Dat weten we zeker. De tijd kunnen we eigenlijk meten. Maar waar dat sterrenstelsel zich inmiddels bevindt, dat weten we niet. Dat is inmiddels natuurlijk nog verder. Op het moment dat licht bij ons aankomt, staat het misschien wel op 12 miljard lichtjaar. Dus die afstanden zijn heel glibberig en dat betekent dat als we het heelal als totaal bekijken, dat het eigenlijk altijd om tijd draait. Tijd is een veel essentiëler begrip bij het bestuderen van de kosmos. Nou, hier is een probleem mee en dat zal dan duidelijk zijn. Ons heelal bestaat pas 13,7 miljard jaar. Een lichtstraal in het heelal kan nooit langer dan 13,7 miljard jaar onderweg zijn geweest naar ons. Meer tijd is niet geweest. Dus als een sterrenstelsel op zo'n grote afstand stond, en dan ook nog eens in dat uitdijende heelal, dat het licht van het stelsel er uiteindelijk 20 miljard jaar over doet om bij ons aan te komen, dan is het er nog niet. Dat kan niet. Want zo oud is het heelal nog niet. Dat licht is nog naar ons onderweg. Die stelsels op die hele grote afstanden kunnen wij dus niet zien. En dat betekent dat als ons melkwegstelsel hier staat in het heelal, en ik heb het totaal niet op schaal getekend, dat wij te maken hebben met een soort kosmische horizon, waar voorbij we niet kunnen kijken. Dit is de horizon die overeenkomt met een terugkijktijd van 13,7 miljard jaar. En objecten op grotere afstand, die zijn er vast, daar ga ik zo meteen nog wat over vertellen, maar het licht van deze verre sterrenstelsels heeft gedurende de leeftijd van het heelal ons nog niet kunnen bereiken. Wij kunnen niet het hele heelal zien. Wij weten dus ook niet zeker of het eindig of oneindig is. Er zijn wel allerlei aanwijzingen voor. Het lijkt oneindig uitgestrekt te zijn. Maar probeer er maar eens achter te komen als je maar een deel ziet. En met deze horizon is niks bijzonders aan de hand, hè? Als je hier zit, zie je niet iets heel aparts. Het is net als met de horizon op een schip. Als je in het kraaiennest zit en je ziet een deel van de oceaan, maar die plek op de horizon waar wij niet voorbij kunnen kijken, dat is gewoon een stukje oceaan. En als je daar zou zitten, heb je weer je eigen horizon. Dus een sterrenstelsel wat hier zit, ja, die heeft ook zijn eigen horizon waar hij omheen kan kijken. Dus dit is onze beperking van de kosmos. Wij zien altijd maar een deel van het heelal. Hoe krachtig onze telescopen ook zijn. Dit is echt een onoverbrugbare grens aan ons waarnemingsvermogen. En dan weet ik dat bij sommigen van u de vraag rijst, hoe is het nou ooit mogelijk dat hier sterrenstelsels zitten, als deze al zo ver weg zitten dat hun licht er 13,7 miljard jaar over heeft gedaan. Het begon toch allemaal in die oerknal? En niks kan toch sneller reizen dan het licht. Hoe komen die sterrenstelsels dan daar? Maar dat is dus helemaal geen probleem. Om te beginnen, die sterrenstelsels hoeven helemaal niet te reizen. Want het zijn, de uitdijing van het heelal is niet het reizen van de sterrenstelsels door de ruimte. Het is de ruimte zelf die uitdijt. Die sterrenstelsels kunnen gewoon stil blijven zitten en hun afstanden nemen onvoorstelbaar snel toe. Totaal niet in tegenspraak met Einsteins relativiteitstheorie. En bovendien, de ruimte was vroeger misschien wel heel compact. Misschien wel 1000 of 10.000 of 100.000 keer zo compact als nu. Maar als het heelal nu oneindig groot is, dan was het dat 13,7 miljard jaar geleden ook. Het spijt me heel erg. Moeilijk om je voor te stellen, alleen zat alles toen dichter bij elkaar, want de ruimte was miljoenen keren zo compact. Maar ja, maak het oneindige miljoenen keren zo compact en het blijft toch nog steeds oneindig. Hele ingewikkelde dingen, ik ga u daar nu niet al te veel lastig mee vallen, maar het geeft aan dat wij met die tijd altijd te maken hebben, want hij legt ons in combinatie met de lichtsnelheid zelfs een waarnemingshorizon op. En als we dan het verleden van het heelal misschien niet helemaal goed kunnen traceren, kunnen we dan wel iets zeggen over de toekomst? Nou, daar zijn sterrenkundigen natuurlijk achteraan gegaan, want we weten dat de zwaartekracht in het heelal, die details zijn een beetje te ingewikkeld, maar dat volgt ook uit de relativiteitstheorie, de zwaartekracht in het heelal die zet een rem op die uitdijing. Dus je zou denken dat als er maar voldoende materie in het heelal is, dat dan de uitdijing in de verre toekomst kan omkeren in een inkrimping. En dat we een spiegelbeeld van de oerknal krijgen, wat wel een Big Crunch genoemd wordt. Geen Big Bang, maar een soort grote eindkrak. Nou, dat zou kunnen. Maar op dit moment lijkt alles erop te wijzen dat er eigenlijk betrekkelijk weinig materie is. Niet voldoende om de uitdijing tot stilstand te brengen. De uitdijing gaat dus eeuwig door. Uiteindelijk
zal die snelheid dan natuurlijk wel constant zijn, maar dan voelen de sterrenstelsels elkaar zwaartekracht niet meer en dan blijft het heelal voorgoed uitdijen. En dan is er, dacht men vroeger, ook nog ergens een grensgeval met de kritische dichtheid. Dan komt de uitdijing nooit echt tot stilstand, maar het gaat wel steeds trager, 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 trager. Uiteindelijk zou je denken, nu staat de uitdijing stil, maar ja, dan zijn de sterrenstelsels te ver om hun zwaartekracht nog te voelen. Dus dat is een soort middengeval tussen die twee. En die verschillende theorieën die zijn weergegeven in dit grafiekje van de evolutie van het heelal. Als u het ingewikkeld vindt, mag u gewoon nu ophouden met aandacht te schenken, want het is helemaal niet zo essentieel. Maar het is ook weer niet zo moeilijk. We hebben hier het heden, dit is het verleden, dit is de toekomst, dus de tijd gaat zo. En we zien dat het heelal in verschillende vormen steeds groter, want dit staat voor de afstand tussen de sterrenstelsels. Het is aan het groeien, de schaal van het heelal neemt toe. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan in de toekomst weer inkrimpen en dan worden alle afstanden weer nul in de verre toekomst. Het kan alsmaar uitblijven dijen en dan blijft het steeds uitdijen en uitdijen en uitdijen. Of in het kritische geval, het gaat wel uitdijen. De snelheid waarmee het uitdijt nadert uiteindelijk naar een constante waarde, maar het komt niet meer terug naar een inkrimping. En astronomen hadden redelijk het idee dat ze op het spoor waren van de inhoud van het heelal om dit te bepalen, maar daar staken de waarnemingen een beetje een spaak in het wiel. Want er is in de afgelopen tientallen jaren donkere materie ontdekt. Dat zien we bijvoorbeeld in de draaiing van dit soort sterrenstelsels, waaruit we kunnen afleiden hoeveel zwaartekracht er is. En dat vertelt ons dat er heel veel materiedeeltjes moeten bestaan die wel zwaartekracht hebben, maar geen licht uitstralen. We zien het in clusters van sterrenstelsels, waar die sterrenstelsels ook bewegingen hebben die zo snel zijn dat we eigenlijk dat alleen kunnen verklaren met heel veel extra zwaartekracht. We zien het op de manier waarop het licht van hele verre sterrenstelseltjes wordt afgebogen tot deze rare lichtboogjes door de zwaartekrachtswerking van alles op de voorgrond. Dan kun je die cluster op de voorgrond mee wegen met dit soort lenseffecten. En dan zien we opnieuw dat er veel meer materie is dan je op het oog zou zeggen. En we kunnen die donkere materie zelfs kunstmatig in kaart brengen, hier met die blauwe vlekken weergegeven, door heel nauwkeurig die afbuiging van het licht in kaart te brengen. Dus we weten dat er veel materie is die wel zwaartekracht heeft, maar die we niet kunnen zien. We weten zelfs niet waar die uit bestaat. En dan zou je denken, oké, meer materie betekent meer afremming, dus dan komt die uitdijing toch zeker tot stilstand. Maar nee, want naast donkere materie hebben we ook donkere energie ontdekt. En dat is een nog groter raadsel waarvan we helemaal geen idee hebben wat het is. Maar door exploderende sterren te bestuderen in verre sterrenstelsels, zoals hier, hebben we ontdekt dat het heelal, kijk, hier zie je zo'n voorloper van zo'n sterexplosie. Het zijn twee sterren die kunnen met elkaar versmelten. Die geven dan een gigantische explosie af, een supernova. En ze produceren een uitdijende schil van materie. En de kracht van dit soort explosies heeft altijd dezelfde hoeveelheid energie. Dus we kunnen ze gebruiken als een soort standaard kaarsjes in het heelal. We weten, we kunnen er afstanden mee schatten. Als je die afstanden gaat vergelijken met de roodverschuivingen die we ook meten, dus met de reistijd van het licht, dan kunnen we de uitdijingsgeschiedenis van het heelal in kaart brengen. En met de Hubble ruimtetelescoop is dat gebeurd en is er eigenlijk ontdekt dat ons heelal niet aan het afremmen is, maar dat de uitdijingssnelheid aan het toenemen is. We leven in een versnellend uitdijend heelal en dat betekent eigenlijk dat deze grafiekjes de situatie niet goed weergeven. Want hier zien we overal sterke afremming, iets minder sterke afremming, bijna geen afremming, maar toch nog. Maar het heelal waar wij in leven, dat doet dit. Dat is aan het uitdijen, uitdijen, uitdijen. Eerst remde het wel een beetje af, maar die donkere energie krijgt de overhand. En de uitdijing zal steeds sneller en sneller en sneller en sneller gaan. En uiteindelijk neemt het heelal qua volume onvoorstelbaar hoog toe, is het oneindig uitgestrekt in ruimte en waarschijnlijk in de toekomst ook oneindig in de tijd. Het is een besef waar Albert Einstein 100 jaar geleden al aan begon te snuffelen. Die was al bezig met een aanpassing van zijn relativiteitstheorie om zo'n soort donkere energie erin te verwerken. Hij heeft het later teruggetrokken, maar op dit moment lijkt het alsof Einstein daarin toch in het gelijk wordt gesteld. En dan helemaal aan het eind van mijn verhaal wil ik u heel kort nog even iets vertellen over de meest fascinerende objecten in het heelal die voor ons ook alles met tijd te maken hebben en met Einstein. Dat is niet voor niks, het is dit najaar, volgende maand, precies 100 jaar geleden dat hij zijn algemene relativiteitstheorie formuleerde en presenteerde. Er zal veel aandacht aan geschonken worden op allerlei manieren. En een van de
voorspellingen van Einstein's relativiteitstheorie was het bestaan van zwarte gaten. En hier zien we een tekening van een zwart gat. En dan kan ik u heel snel even vertellen wat het is. Het is eigenlijk een gebied in de ruimte met zoveel zwaartekracht dat alles wat in de buurt komt naar binnen gezogen wordt. Dus het is een gat. En er is ook zoveel, er is ook zoveel zwaartekracht dat niets er meer uit kan, zelfs geen licht. Het licht gaat niet snel genoeg om aan de zwaartekracht van een zwart gat te ontsnappen. En daarom is het zwart. Dus de naam is goed gekozen, maar het wil niet zeggen dat we precies begrijpen wat het is. We hebben zwarte gaten ontdekt in de kernen van andere sterrenstelsels, zoals op deze tekening. Het gas wat ze naar binnen opslurpen, dat zwiert in een enorm tempo rond het zwarte gat heen. Dat wordt daarbij zo heet dat het röntgenstraling uitzendt. En die kunnen we nog zien voordat het over de rand verdwijnt, als het ware. Zo kunnen we zwarte gaten op het spoor komen. En uiteindelijk hopen we in staat te kunnen zijn om een zwart gat op deze manier als een soort silhouet ook echt in beeld te brengen. Het zwarte gat in de kern van ons melkwegstelsel zouden we misschien binnen een aantal jaren met radiotelescopen echt als een zwart silhouet tegen de gloeiende achtergrond kunnen zien. En daar hebben we dan de point of no return en zien we echt de plek waar dat zwarte gat materie uit ons heelal wegzuigt naar een bestemming die we niet kennen. We hebben geen idee wat er aan de andere kant of binnen in het zwarte gat plaatsvindt, maar we kunnen wel de omgeving bestuderen. En nu komt het bijzondere, en dat is wat Einstein ons heeft geleerd. In dat extreem sterke zwaartekrachtsveld van een zwart gat, daar gedraagt niet alleen de ruimte zich heel anders, want de ruimte kan verbogen en vervormd worden, maar daar gedraagt ook de tijd zich anders. In een sterk zwaartekrachtsveld verstrijkt de tijd langzamer dan in een minder sterk zwaartekrachtsveld. Als je op de zon staat met heel veel zwaartekracht, word je minder snel oud. Dit klinkt heel raar. Het is niet alleen maar zo dat het mechanisme van mijn horloge dan trager gaat lopen of zo. Nee, de hele natuur gaat trager. Inclusief alle scheikundige en atomaire processen in mijn lichaam. En als we bij een zwart gat in de buurt komen, dan gaat dat zo traag, als wij dat zien, dat we daar aan de rand van het zwarte gat de tijd eigenlijk zien stilstaan. Het rare is alleen dat als je dat zelf meemaakt aan de rand van het zwarte gat, dan is dat voor jou is dat niet hetgene. Het gaat om dat verschil in waarnemingspositie. Dus we hebben te maken met de relativiteit van de tijd. En dat is heel ingewikkeld om je voor te stellen, maar dat betekent dat als wij het ooit voor elkaar zouden krijgen om een astronaut in een zwart gat te zien duiken, dan is het voor de astronaut heel snel einde verhaal. Die duikt erin en die is aan het heelal ontrokken. En wij zien hem naar binnen vallen en we zien hem blijven hangen en zweven op de rand van het zwarte gat, waar de tijd bevroren is en waar we niets meer zien gebeuren. En dat hebben we nog nooit gezien. Dit zijn allemaal theoretische voorspellingen. En de theoretici vliegen elkaar in de haren over wat dat uiteindelijk zou betekenen. Afgelopen jaren weer, mensen als Stephen Hawking en de andere geestelijke nakomelingen van mensen als Einstein, die hadden dan weer grote ruzies in de vakbladen over of dat nou betekent dat er een enorme muur van straling op zo'n zwart gat zich zou moeten ophopen, of het betekent dat er echt informatie in ons heelal verloren gaat, of dat dat op de een of andere manier toch nog terug kan komen. Allemaal hoogdravende discussies die alleen maar aangeven dat wij er eigenlijk nog geen lor van begrijpen. En het leuke is, als wij het raadsel van de zwarte gaten ooit weten op te lossen, en daarvoor zal het vermoedelijk nodig zijn om de kwantumfysica en de relativiteitstheorie met elkaar te koppelen, wat nog nooit iemand gelukt is. Maar als we dat raadsel kunnen oplossen, dan snappen we waarschijnlijk ook de oerknal. Want de oerknal is in feite een spiegelbeeldig zwart gat. Dat was niet een situatie met extreme hoge dichtheid waar alles in verdwijnt, maar het was een situatie van extreme hoge dichtheid waar alles uit tevoorschijn kwam. Idee voor vanavond en voor vannacht, als u er geen hoofdpijn van krijgt. Er is één Canadese astronoom die zegt, misschien is elk zwart gat in ons heelal wel een oerknal in een andere dimensie. En dan leven we pas echt in een eindeloos onbegrensd universum. Dank u wel voor uw aandacht.